We staan hier bij een groente die we nooit meer in de winkel zien, maar wel gecultiveerd is, dus voor menselijk gebruik. Dat is tuinmelder. Dit is de gele tuinmelder, heel lichtgroen. En daarachter, omdat het zich leuk uitzaait en het laat staan, zie je heel hoog een rode tuinmelder staan. En waarom zien we die nooit meer in de winkel? Is als je het blad plukt, is in een kwartier helemaal verlept. Dus het is eigenlijk niet meer te oogsten en te verkopen. Dus eigenlijk in moestuinen of bij hoven, bij kastelen, want het is plukken en koken als spinazie. Maar verder is het verdwenen uit de groenteschappen in de winkels.